Breda Nu. Je weet het meteen. Je hebt dus de tentoonstelling geopend. Hoe was het hier vanmiddag? Goed, ja, het had eigenlijk nog net wat drukker mogen zijn met mensen die wild enthousiast waren om kunst te gaan kopen. Maar misschien dat die bij Art Breda zijn op dit moment. Maar volgens mij, ja, er zijn toch een stuk of 4-5 werken verkocht. Dat gaat allemaal naar het goede doel van Terre des Hommes. Of dan is het, geloof ik, een gedeelte naar de kunstenaar en een ander gedeelte naar Terre des Hommes. Dus volgens mij is het best succesvol te noemen. Ja, hoe belangrijk is deze winkel, deze vestiging van Terre des Hommes nu voor Breda? De vestiging die in Brabantplein zit, die is sowieso om twee redenen belangrijk eigenlijk. Eén, het is natuurlijk heel duurzaam als mensen spullen die ze zelf niet meer kunnen gebruiken, ofwel naar het kringloopcentrum brengen, ofwel naar de Terre des Hommes winkel, zodat andere mensen daar weer gebruik van kunnen maken. En dat zijn misschien soms ook wel mensen met minder budget, of mensen die juist specifiek iets ouds willen, of iets vintage of retro willen. Dus daar is het goed voor. En nog mooier is natuurlijk dat die opbrengst gebruikt wordt voor goede projecten overal in de wereld waar Terre des Hommes mee bezig is. Ja, vandaag dus een bijzondere dag voor jullie, hè? Ja, het is een bijzondere dag voor ons. Terre des Hommes Breda bestaat als winkel 25 jaar. En vandaag hebben we dan dus een kunstveiling. Naast de veiling is er ook een aantal kunstvoorwerpen te koop. Met een vaste prijs. En we hebben zojuist het veilinggedeelte hebben we gehad. We hebben dus nu nog ruimte om de andere artikelen te verkopen. En daarna, als het gesloten is, dan hebben we met de medewerkers van Breda nog een gezellige avond hier. Ja, er is dus heel veel kunst ook te koop. Vertel eens even iets over dit werk. Nou, mijn werk ontstaat altijd uit mensen die ik ontmoet op reizen. Ik heb bijna de hele wereld over gereisd. Dit schilderij is ontstaan in China. Dit was een man die was bij een begrafenis aanwezig. En dat was op een klein dorp in het zuiden van China. Maar in China wordt dus ook heel veel gegokt. En de begrafenis was afgelopen en alle mannen die gingen weer gokken. Ze kaarten daar heel veel, een bepaald kaartspel is dat. En deze man die was eigenlijk gewoon bezeten van het gokken, dat kon je gewoon merken. En wat ik altijd probeer weer te geven in mijn schilderijen is datgene wat ik ervaar aan mensen die ik zie, die ik ontmoet op reizen, wat ze emotioneel vertegenwoordigen. En hij was dus heel erg geconcentreerd en echt verslaafd met dat gokken bezig. En daarom heet dit schilderij ook Concentration. Omdat het dus die man eigenlijk alleen maar bezig was met het gokken zelf.